Team van Hezen, waren jullie kansloos vandaag? Ja, dat zou je wel zeggen na de 6-1, denk ik. Maar ja, we begonnen op zich nog wel prima. Twee persoonlijke fouten, kom je 2-0 achter. Veel te makkelijk. Dan krijg je de panel tegen, wat in mijn ogen onterecht is. Ik heb hem niet vastgehouden. Ik heb hem, ik zet een beetje in een blok en hij gaat heel makkelijk liggen. Dan geeft hij ook nog een gele kaart, wat heel makkelijk is. Gaf hij hem trouwens daarvoor of gaf hij hem voor hands? Want het leek op de beelden, je ging wel met handen in de lucht, maar je raakte hem totaal niet aan. Oh nee, niet voor hands, dat heeft hij ook niet gezegd. Ik denk dat hij vasthouden of blokken vond, ik weet het ook niet. Maar ja, dan kun je elke corner een panel geven natuurlijk. Dus dat was slecht gezien of heel makkelijk gegeven in mijn ogen. En dan als je een rode kaart natuurlijk krijgt, is de wedstrijd wordt het heel lastig als je tegen de koploper 2-0 achter staat. Zeker, je kreeg de eerste geel dus voor die penalty, die tweede geel voor een overtreding. Maar dat was ook een forse, had ook wel rood kunnen zijn, zeiden velen. Nou, dat vind ik heel overdreven. Dat hij geel kon geven, dat is zeker waar. Het was een beetje een lullig moment, kreeg de bal niet helemaal lekker mee, bleef wat hangen omdat het veld wat stroef was. En hij kwam langs me. Ik pakte de bal af en ik wilde het herstellen. Er was geen harde tackle op de voeten of enkels of iets dan ook. Het was iets te laat. Ik denk dat hij ook niet geblesseerd is geraakt of wat dan ook. Het was niet gemeen, maar ik was te laat, dus dan kun je een kaart geven. Dat klopt wel. Heeft dat Katwijk in de wedstrijd geholpen, echt in de wedstrijd geholpen, die rode kaart? Ja, tuurlijk. En die twee fouten, dat we de goals iets te makkelijk weggeven. Ja, als je 2-0 achter komt zo vroeg, dan maak je het zelf gewoon heel lastig. Als dat niet gebeurt en we blijven 11 tegen 11, dan kunnen we prima partij bieden tegen hun. En dan hebben ze een veel moeilijkere middag, maar we hebben het hun nu veel te makkelijk gemaakt. Hebben jullie tegen de aanstaande kampioen gespeeld? Ja, ze staan er nu goed voor natuurlijk met de Kozakken Boys die net verloren heeft, hoorde ik. Ik vind Kozakken Boys voetballend beter. Zij zijn fysiek misschien wat sterker. Lastig te bespelen ploeg, maar ja, het kan nog spannend worden.